Quick Boys thuis tegen TEC. TEC verloor dit seizoen nog maar 2 maal. Dit is Lundekamp. De eerste mogelijkheid voor Bukori. Schot gepakt, moeizaam gepakt door Kees Heemskerk, de doelman van TEC. Dan de hoekschop. Aardig binnengeknikt door Staal, de centrale verdediger. Bukori, die kan een aardige vrije trap nemen, maar heeft hij wel eens beter gedaan in zijn carrière. Oudspeler van onder meer VVSB, Tommy Bukori dus. Weer een hoekschop, dan wordt het weer gevaarlijk. Lundekamp. De middenvelder Lundekamp met een lekkere schijnbeweging. 2 spelers het bos ingestuurd. Lundekamp met links. Ja, wat scheelt het? Niet veel. Terecht applaus voor de middenvelder. Lundekamp. Maatsen. Naar binnen gekomen en dan schieten met rechts. Zijn 4e van het seizoen. Hij maakte er thuis 3 tegen Noordwijk. En dit is nummer 4 van het seizoen dus voor Darren Maatsen. Oudspeler van Den Bosch. Tegen zijn oude collega Heemskerk, want die keepte namelijk ooit bij Den Bosch. En zo staat TEC dus achter in Katwijk. Foutje in de verdediging, geen buitenspel. Oh, wat een slap rolletje van Hofman. Dit was de kans op 1-1. Foutje in de verdediging, niet afgestraft door TEC. Maatsen richting Bukori. Lekkere terugspeelbal, zeg. Bukori, ja, goed gedaan. Druk zetten op de doelman. Excuses voor deze Heemskerk van de laatste linie van TEC. De afvallende bal, opgepikt door TEC. Mulder met het schot. En zo krijgt TEC geen druk op de goal van Quick Boys. De schot uit de tweede lijn van Quick Boys, gepakt door Heemskerk. Schot van Staal. Dan in de tweede helft. Heerlijke hakbal van Lewis en daar is de 2-0. Het is een verdediger notabene. Staal was in de eerste helft al een keer gevaarlijk met het hoofd. En nu maakt hij dus de 2-0. Dit is mooi van Lewis. En de man die eronder komt heet Staal en dus 2-0. En eigenlijk ook wel verdiend omdat Quick Boys A, meer energie in de wedstrijd legt en B, de beste kansen krijgt. Zoals hier, Bukori, nog steeds, legt hem af. Lewis, Heemskerk moet lossen. Ja, het is af en toe een gatenkaas in de laatste linie bij TEC. Dan maar een keer zo. Is dit wel of geen buitenspel? Geen buitenspel. Van Essen, de invaller, had hij meer mee moeten doen. Goed voor de man gekomen door Maatsen. Maatsen in de 1 tegen 1. Maatsen. Ja, daar ontbreekt het nog aan in de tweede helft voor Maatsen. Goed aangenomen. Lundekamp. Dan gebeurt er iets, want die kan de openingen wel vinden. Doorgespeeld richting Maatsen. Sterk verdedigd en dan. Het is af en toe een schiettent, alleen nu nog het vizier richting de goal van Heemskerk. Zo, geen overtreding. Goed de voordeelregel toegepast. Lundekamp. Ja, iets te ver naar buiten. Gedwongen door de verdediger van TEC. Naar mijn inziens had hij misschien bij de eerste aanname moeten schieten. En zo staat het nog steeds 2-0. En probeert TEC weer in de wedstrijd te komen via Van Essen. Maar het wordt uiteindelijk gewoon 2-0. De 3e zege voor Quick Boys. En opnieuw een nederlaag dus voor TEC bij Quick Boys.